Traoré voorlopig zelf. Ja, dat kan ook. Traoré! Nee. Zeldzame treffer dit. Traoré! Verdient het doelpunt. Traoré maakt het doelpunt. Ja! Die speelt zo goed vandaag. Ajax PEC Zwolle was een spektakel, vooral naar rust. Dus terecht applaus voor de ploeg van Peter Bos. De snelle achterstand werd efficiënt omgebogen door twee corners van Ziyech met als eindstation Sanchez. Davinson Sanchez zorgt heel snel voor de gelijkmaker. Je hebt spelers die, ik zeg altijd, de bal zoeken. En hij is zo'n speler die niet stilstaat en hoopt dat die bal op zijn hoofd komt. Maar hij is echt onderweg, hij beweegt. En hij is daarin toch al een aantal malen dreigend geweest. We trainen daar heel veel op. En dan is het natuurlijk altijd belangrijk, wanneer je goed loopt voor de goal, dat die bal ook aankomt. En met Hakim hebben we in ieder geval een speler erbij die ballen loopzuiver kan wegleggen. Naarmate de wedstrijd duurde, gaf het surplus aan voetballend vermogen de doorslag. We hebben zoveel spelers met individuele klassen in dat elftal. In het begin van wedstrijden, als tegenstanders nog helemaal fit en fris zijn, dan lopen ze nog bepaalde gaten dicht, maar als je die bal snel laat gaan, kunnen ze dat op een gegeven moment niet meer belopen. En toen we die derde goal maakten, was het eigenlijk gespeeld. Ziyech, kijk al wat er in zijn rug kwam, dat is nog ver weg. Dolberg, de weg ligt redelijk open. Dolberg, ja hoor. Zo jong, maar dan toch al zo goed. En daar moeten we toch heel voorzichtig mee zijn. Echt spelen met behoorlijk wat flair, ondanks zijn gesloten karakter. Ja. Die voetballende uitstraling heeft hij, terwijl die inderdaad heel rustig is. Ik denk dat het een echte spits is. Iemand die goed de diepte houdt, waardoor we niet alleen maar weer in die bal spelen en klein houden. Die dat afwisselt, af en toe in de bal komt om eventjes te helpen als kaatser, maar vervolgens ook wel weer op tijd voor de goal is. Voor zo'n jonge speler fysiek al erg sterk. En dat zij zal alleen maar sterker worden natuurlijk. Zijn tweede treffer was er eentje om in te lijsten. Die bal bedoel je die onderkant lat twee keer ging? Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik ook niet kon zien natuurlijk of die over de lijn was. Maar we weten dat deze jongen zo'n verschrikkelijk hard schot heeft. Dolberg. Zo, nee. Wat? Ja, wel dus. Doellijn Technologie slaat toe in Amsterdam Arena, want niemand zag toch of die bal over de lijn was of niet. Ik kan me voorstellen als PEC zijnde dat je er misschien van baalt, maar het is wel het eerste natuurlijk. Ook als die tegen ons zou zijn, wanneer een bal echt over de lijn is en het is een doelpunt, ja, dan moet het gewoon een doelpunt zijn. En dan zijn er mensen die zeggen dat is de charme van het spel, dat de arbitrage ook wel eens ernaast zit. Maar ja, dat vind ik dus niet. Als je op zo'n manier een wedstrijd verliest terwijl je die eigenlijk verdiend had te winnen, dan vind ik dat gewoon raar en onterecht. Dus ik vind het alleen maar goed dat dit straks helemaal mogelijk is. Zeldzame treffer dit. Heb je in de tweede helft zelf als trainer ook flink kunnen genieten van je ploeg? Nou, Hendry zei op een gegeven moment op de bank tegen me, geniet nou eens man. Want je bent altijd analytisch bezig en je probeert altijd te kijken, staan we goed? Waar kunnen we nog een voordeel halen? Waar kunnen nog eventueel de gevaren ontstaan? Maar op een gegeven moment waren die jongens zo goed aan het voetballen, zo aan het tikken. En een aantal spelers waren zo goed aan het voetballen dat het ook wel eens mooi is om daar zelf van te genieten. Traoré! Verdient het doelpunt. Traoré maakt het doelpunt. Ja. Die speelt zo goed vandaag.